ga donderdag een praatje houden samen met Nicky Smit van Monobanda. En we gaan het onder andere hebben over Deep. De installatie die hij afgelopen jaar gemaakt heeft met Owen Harris, een opdracht van Cinekit. Samen met een Ierse game designer genaamd Owen Harris ben ik een virtual reality game aan het maken. Een meditatieve game die je bestuurt met je ademhaling. Dus tegelijkertijd willen we een soort van hele soort van poëtische, rustgevende ervaring maken. Wat je sowieso al niet zo vaak ziet in games. Maar ten tweede willen we ook stiekem, omdat games heel goed zijn in je dingen leren, dat mensen daardoor leren om in een gezond soort van deep belly breathing ritme vanuit je middenrif adem te halen. Wat een ontzettend goede tool is om gewoon weer even tot rust te komen. Nou, wat heel spannend is om te zien is dat je eigenlijk merkt dat het lichaam gewoon steeds meer ingezet wordt. Dus niet alleen je wijsvinger en een muis, maar dat je gewoon met je armen, met je benen, met je adem, met je hersenen, dat je op allerlei verschillende manieren die computer kan gaan aansturen, waardoor die interactie veel intuïtiever wordt. Waardoor je op een gegeven moment ook een heel ander soort relatie krijgt met dat digitale. Het onderscheid tussen wat digitaal is en wat jij bent, wordt kleiner. South by Southwest is inspiratie, het is kennis delen. Heel veel sessies zijn hier, soms wel 60 tegelijk, waarin mensen discussiëren over de toekomst, waarin ze praktijkvoorbeelden geven van hoe zij zelf oplossingen hebben gevonden voor problemen. Maar South by Southwest is ook een hele grote expo. 3 dagen lang kunnen bedrijven hier hun diensten laten zien. Het kan van alles zijn. Soms is het hele grappige Japanse dingen waarvan je denkt, wat hebben we hier aan? Tot heel serieus, een universiteit die laat zien hoe ze aan innovatie doen. En de NASA die hier ook actief is. En natuurlijk het onderwerp deze South by Southwest Virtual Reality. Oh my god! Oh my god. Wat is je missie voor deze South by Southwest? We willen zoveel mogelijk mensen overtuigen van de kracht van geur in communicatie. Dat is wat we willen doen en we willen eigenlijk ook mensen alvast binden aan een platform waar we mee bezig zijn of het idee wat we aan het opzetten zijn. Geef eens een voorbeeld hoe geur een rol kan spelen bij het vertellen van verhalen, bij projecten, installaties. Nou, het makkelijkste misschien om iets te vertellen over wat we zelf hebben ontworpen. Dat is een Famous Death installatie. En dat is een interactieve installatie waar het publiek wordt in een mortuariumcel wordt ingeschoven. Dus dan ga je liggend inzitten en dan lig je in het donker. Je kan er ook niet uit. Maar dan beleef je de laatste 4 minuten van het leven van een beroemdheid door middel van geur en audio. Dus dat gaat echt over storytelling. Maar dus we halen ook de visuele informatie weg. Maar eigenlijk ontstaat daar een soort van analoge VR-ervaring. Want je krijgt een soort first-person perspectief. Je wordt even John F. Kennedy of Whitney Houston of Gaddafi. En door hun neusgaten en oren beleef je wat hun hebben kunnen meemaken in de laatste minuten. Er zijn een stuk of 15 partijen die met hulp, met subsidie zeg maar, hier naartoe zijn gekomen. Om zichzelf te presenteren, om in panels te zitten, et cetera. Heeft dat zin? Nou, dat heeft om een aantal redenen heel veel zin. Om te beginnen, voor die partijen is het heel interessant, omdat ze hier heel erg veel kunnen leren. Je staat hier tussen de crème de la crème. Die partijen zijn namelijk niet vanuit Nederland gezonder, ga er maar heen. Nee, die zijn eerst geselecteerd en daarna hebben ze eigenlijk geld gekregen om hierheen te kunnen, of een bijdrage gekregen. Je staat hier tussen de allerbeste start-ups ter wereld, dus je kunt jezelf benchmarken. Nou, er is niks, geen betere ondergrond om jezelf te ontwikkelen. En daarnaast kun je ook gewoon business genereren als je gewoon hier succesvol bent en doorpakt. Ik heb 3:30 hier vanmiddag maandag een sessie over adaptive interactions en internet of touch, zoals dat zo mooi heet. Dus heel erg het haptische interfaces en dergelijke. Internet of things, dat soort dingen. Leg even uit. Geef even een voorbeeld. Wat is haptisch? Nou ja, op zich heel simpel. Het is natuurlijk gewoon de trillfunctie in je smartwatch die erbij is gekomen. En waar je ziet dat er heel veel ontwikkeling in zit. De Pebble deed dat best al aardig. Maar de iPhone of de iWatch heeft natuurlijk een veel subtielere vorm daarvan. En je zult zien dat veel meer onderdeel gaat worden om interacties te versterken. Om mensen beter te laten ervaren hoe een dienst werkt en wat hij doet. Jij werkt bij Info.nl en voor dat bedrijf onderzoek jij met een aantal mensen dit soort dingen, de mogelijkheden ervan. Je moet goedgekeurd worden door South by Southwest om hier zo'n panel te organiseren. Wat maakt jullie goed? Ik denk dat het onderwerp, en dat merk ik ook wel als ik al praatjes zie, heel erg
past bij een trend naar dialoog, conversaties, naar het internet. Of Things is natuurlijk heel hot en dit is merk ik al het hele jaar eigenlijk, een hele praktische invulling van dat Internet of Things. Dus ik denk dat het daarmee heel goed aansluit bij wat er leeft nu in deze wereld. Je hebt op het podium gestaan gisteren, je mocht presenteren, je had maar liefst een minuut om je verhaal in te doen. Hoe ging het? En dat was echt geweldig. Het was 1 minuut voor 500 man in het Engels. Dus ik begon heel rustig en goed en daarna werd het eigenlijk een zootje. Maar ik heb wel alles wat ik moest zeggen, heb ik gezegd. Alleen ik weet niet of het de laatste 30 seconden was, of dat goed is. Maar ik vond het echt geweldig om te doen. Hey, dus jij zegt, het feit dat je hier mag staan, hier mag zijn, zegt eigenlijk al heel veel. Want je bent al door een ballotagecommissie van South by Southwest goedgekeurd. Ja, en ga ervan uit echt de hele wereld hier wil staan. Hè? Want hier zijn natuurlijk gewoon hele grote bedrijven ooit begonnen, hè? Zoals Twitter. Dus dat zegt nogal wat. Ja. Hey, en als je dan hier rondkijkt, je zegt het niveau ligt heel hoog. Presenteren we ons dan hier goed als we hier eenmaal zijn? Als het gaat om puur presenteren, dan vind ik dat de Amerikanen het veel beter voor elkaar hebben. Die hebben een veel sterkere cultuur van presenteren. Dat zie je ook in de one-minute pitches gisteravond bij de start-ups. Dan moet ik toch bekennen dat we daar niet zo heel erg goed in zijn. Ik heb een partnerpresentatie samen met Paulien Drescher, hoofd van Syndicate Media Lab. En ja, wat wij dus samen hebben opgezet is een praatje genaamd Expanding the Boundaries of Play and Interaction. En dat is ook inderdaad ons agendapunt. Maar haar agendapunt is vanuit de beschouwende en eigenlijk de curatorhoek. Van kijkend van, hey, wat is er op het moment allemaal gaande in de wereld? En hoe kunnen wij hier als Syndicate op inspelen? En hoe kunnen wij hier als curators op inspelen, faciliteren, cureren. En ik vlieg dat dan weer vanuit een soort van de hele springerige, ik ben een designer en ik ben deze dingen aan het doen, hoek in. Dus dat doen we samen. En wanneer is deze South by Southwest voor jou geslaagd? Ik ga straks naar een praatje van Kevin Kelly. Heb ik wel zin in, om 5 uur. Ik ben wel benieuwd naar zijn verhaal. En ik hoop morgen nog eventjes leuk op de beurs rond te lopen en wat mooie dingen te zien. En ik hoop natuurlijk dat ik een goed praatje gaan houden samen met Nicky. Dat we een staande ovatie krijgen en dat ik ook nog gewoon wat leuke feestjes meepak. Ja.